Hello, people. How are you? Herr Präsident Kennedy, willkommen in West-Berlin. Wij zijn zeer trots dat u ons komt steunen. And we, the American people, wij staan volledig achter jullie. Bravo. Bravo. Daarom ben ik ook hier met een vlammende speech voor al die mensen buiten. Geweldig. En weet u al wat u gaat zeggen? Also, hebt u al een mooie slogan? Ik heb een hele mooie, prachtige slogan. Zelf bedacht met dit Amerikaans-Duitse woordenboekje. Oh, heer president, wij zijn zo benieuwd. Ik zeg, lieve mensen, ik ben een Berliner. Ik ben een inwoner van Berlijn. Ik heb ook opgeschreven hoe ik het moet zeggen. Wait a minute. Ik ben een Berliner. Hoe is die uitspraak? Herr president, wij zijn zeer vereerd, maar... Maar wat, die accent is niet goed. Ik dacht het al. Het started er wel... Ik ben een... Een Berliner is een Berliner bol. Een puddingbroodje, zoals deze daar. Een zoete bol met room. Zoals het u zegt, betekent het... Ik ben een puddingbroodje. Ik ben helemaal geen puddingbroodje. Ik ben de leader of the free world. En daarom moet u ook zeggen... Ik ben Berliner. Inwoner van Berlijn. Zonder een. Gewoon, ik ben Berliner. Thank you. Herr Präsident, das Volk wacht op u. Okay. Well... Showtime. Let's go. Hebt u nog een Berliner? Ja, herrlich. Liebe Leute, ich bin ein Berliner. Nein, hij zegt het weer verkeerd. Bravo. Oh ja, thanks. Dat was een historische speech. Oh, really? Thank you, thank you. Gaat u terug, de mensen roepen nu. Okay, guys. Hij is een puddingbroodje. Het puddingbroodje van Amerika. Jij nog een presidentje, Kennedy? Ja, lekker. Dank je, schön. Auf Wiedersehen.